Maar dit is raar toch? Oeh! Waarom haalt Joeltje dus... Heeft Joeltje de oude auto van Gio? Dat zou wel raar zijn. Hebben ze nog steeds contact? Ik maak het uit. Oké, mag ik dan wel je auto? Ja, ja. Okay. Merry Christmas! Elk jaar! Elk jaar. Zit ik hier. Zit ik ook hier. Met Milan. God, we hebben er gewoon maar een serie van gemaakt hoor. Hey. Ja. Zoals jullie misschien weten, heb ik vaker met Milan Knol filmpjes gemaakt waarin we auto's raden van YouTube. Ik vind het raar dat je mijn achternaam zegt. Hoezo? Nou, gewoon vind ik raar. Ik word altijd gewoon Milan. Milan heb ik meegefilmd. Ja. Die filmpjes waren zo vaak bekeken dat ik dacht, waarom iets nieuws bedenken? Als je ook gewoon hetzelfde kan doen. Ja. Nou, gelukkig kopen al die fucking YouTubers ook elk jaar weer een nieuwe auto. Ja. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video in Kelsember, de maand waarin ik elke dag upload. Mits jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag is dat aantal zoveel. Tering man, wat veel. Je kan ook kans maken op een gratis Calvijn hoodie. Wil jij er ook even een gratis knollen hoodie bij? Dat is leuk. Ja, dat is goed. Nee, ja, alleen als je het wil. Ja, ik moet. Wil je kans maken op die 2 truien? Laat dan even in de comments je Instagram achter. Volg mij op Instagram. Maak je kans. Elke dag weer. Verdomme zeg. We gaan auto's raden van YouTuber. Wie wordt de autokenner van 2020? Auto nummer 1. Mercedes-Benz. Een wit. Ah, ik weet het. Echt? God. Ik zie hem meteen. Godverdomme. Godverdomme. Nou, zeg het maar. We gaan tegelijkertijd. 3, 2, 1. JJ Bos, geen idee. Ja, volgens mij heb je gelijk. Godverdomme. Gang gang! Oké, je hebt een puntje. Ik had dit ook kunnen weten. Ik heb zelfs nog een keer in deze auto gezeten. Ik heb nog nooit erin gezeten. Ik heb het wel gezien een keer. Kun je nagaan? Toen dacht ik, wow, mag ik een handtekening? Handtekening! En volgens mij, deze weet ik. Ha! Anodes! Anodes! Dit deed ik dan niet. Daar komt die gelijk spellen, daar komt die equalizer. Ja, maar iedereen heeft van Volkswagen Golf. Nee, niet deze. Nee, niet die. Deze purple. Ik weet het. Ja, hij is gerapt. Bro, ik heb geen idee. Ik doe wel een gok. 3, 2, 1. Vincent. QC. Vincent. Oh ja, Q. Oh mijn god, ik heb 2 weken geleden hem nog zien rijden in dat ding. Raa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 
Range Rover. Inmiddels kan je ze niet meer op één hand tellen. Nee, er zijn heel veel met een Range Rover. Maar wie deze specifieke heeft, dat weet ik niet. Maar het is niet de allerziekste ever. Het is niet de nieuwste. Nee. Denk ik. Maar bij Range Rover weet je het ook niet. Nee, trouwens, dat weet je wel. Want die ramen zijn kleiner op de achterkant bij de nieuwe. Ja, dat weet ik dus niet. Ja. Dames en heren, de slechtste autokenner ooit zit echt hier. Bro, ik weet het niet. 3, 2, 1. Jultje. Oh, Jultje. Oh. Ja, ik denk Gio. Oeh! Waarom? Oeh! Dit is raar. Maar dit is raar toch? Oeh! Waarom haalt Jultje dus... Heeft Jultje de oude auto van Gio? Dat zou wel raar zijn. Hebben ze nog steeds contact? Ik maak het uit. Oké, mag ik dan wel je auto? Ja, ja. Oké. Ja. Mercedes A45. Ook wel bekend als A45. Ik denk dat ik hem weet. Ik heb een vermoeden. Wacht even, wat is die voorkant? Oh, ik ken zelfs die dealer. Yo, Mr. White. Oei, yo. Dan twijfel ik, maar ik ga wel een gok doen dan. Geen idee, oké, ik zeg het maar wat. Ja. 3, 2, 1. Nasty. Quinn. Oh ja, dat weet ik. Quinn, Uber Quinn. Ja. Ja. Ik was even die naam kwijt ineens. Nou, deze kennen, dit weten we natuurlijk. Vers van de pers, fresh from the news. Ja, nou, als je dit kijkt, niet meer, maar... Nee, oké. Okay. Maand oud. Filmen. Dit is natuurlijk... Tom de Jong. De Jong. Ja. Maar hij ziet er nog steeds uit als een kind van 13. Dat is toch fantastisch? Dat je op die leeftijd al een Lambo mag rijden? Niet normaal. Audi RS3. Ja, die weet ik ook. Easy. Echt? Easy. Wacht, oh ja, het staat letterlijk op de zijkant. Shit, ik hoopte dat je het niet zou zien. Maar ja, jij hebt echt een eagle eye zo. Letterlijk. Hij is namelijk van... Boas. Waarom staat er een Knolpower logo op de zijkant? Hey, support the kid, man. Nee, maar even. Waarom? Ik weet het echt niet. Ik denk omdat Boas en Enzo goede vrienden zijn. Oké. Okay. Ja, maar ik ben ook goede vrienden met mensen, maar die zitten niet op mijn auto. Nee, nou ja, dan moet je echt goede vrienden zijn. Je moet ook vrienden zijn. Oh ja. Maar staat Boas dan ook op Enzo's auto? Nee. Ja. Godver. Nou ja, het is allemaal niet zo moeilijk. Nee. Schahit. Er staat verdomme gelijk. Goed man, wat leuk. Ja, ik ben echt trots op je. Nou... Abarth 500, nee ja, ik heb geen idee. Nessim, zeg ik gewoon. Nee, die rijdt er niet in. Die rijdt er niet in. Nessim, ik weet dat ze Nessim rijdt. Dit is een auto voor... Dit is een auto voor... Ja, ik heb mijn antwoord al gegeven. Ik weet het echt niet. Ik weet niet. Ga je geen antwoord inleveren? Kijk, ja, kijk anders naar de omgeving. Daar kun je vast veel Ja, een parkeergarage. Ja. Dus die woont in een appartement. Gio Latoy. Joh, zeg gewoon even wat. Het is de auto van Louise Latoy. Weet ze zo? Kijk, ga je dat echt zeggen? Ja, ik weet het echt niet, man. Kwemmelkop. Dat had ik echt niet verwacht. Die zag ik. Nee, die zag niet aankomen. Die zag ik ook niet aankomen. Maar dit is denk ik zijn vierde auto of zo. Zijn vijfde auto. Nee, hij heeft dus gewoon heel lang überhaupt geen rijbewijs gehad. Oh, echt? Hij deed gewoon altijd
op de fiets. Ah. Van den Akker. Ja. Ja, god, weet ik veel. Ik weet het. Ik weet het nog niet, jongens. Ik weet het. Ik zit te twijfelen tussen twee. Dus je weet het niet. Nou, ik wist het, want ik weet wie zijn auto's bij Akker haalt. Maar dan moet je nog wel een koppeling maken met wie die rap ook heeft gemaakt. Koppeling. Of is het een automaat? Het is altijd een automaat. Ik bedoel, YouTubers in een koppelingauto. Hallo? Dat is alsof je een boer ziet zonder schep. Ja. Oké, nou, ik heb geen idee. Ik ga niet eens wat roepen. Nou, ik gok op Giel. Giel. Nou, bizar. Nee, ik gok op Giel. Het kan ook nog dingen zijn. Ah, kijk, top. Deze weet ik. Kijk, een J. J-kenteken, weet je wat dat betekent van dit jaar? J. Dat is een nieuw kenteken. Joegoslavisch. Ja, nee. Yo, die is nieuw. Yo, dikke auto. Yo. Nee, ja, dikke BMW. Dikke BMW, jongens. Ik weet... denk ik van wie die is. Ik weet het niet, dus ik ga me gewoon wat zeggen. Zeg jij maar, 3, 2, 1. Vincent Enzo Vriezer. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Ik heb hem gewoon in mijn hoofd ineens. Ik weet niet hoe. Ja, ik weet dat Vincent Visser een BMW rijdt. Oh! Lamborghini. Huh? Dit ken ik niet. Hè? Wat is dit ook voor logo? Ja, wat is dit ook voor rap? Ik wil Louis Vuitton, maar net niet. So many questions. Hè? De D van Dutch Performante? Nee. De D van Day One? Nee. De D van... De Belinga. Yo, welkom bij een nieuwe vlog vanuit onze Lambo. Ja. Familieauto gekocht, jongen. Handig voor de boodschappen. Ik ga denk ik wel een tip geven nog. Oh, even. Ik weet het. 3, 2, 1. Joe. Dave Roelvink. Nee. Ik dacht de D. Ja, ik kan het wel beukers, maar dat kan het niet. De dropship. Het is een cursus. Dropship Lamborghini. Ah, hij is wel YouTuber, hij heeft een YouTube kanaal. Joshua Kaatje gaat dik, maar ga vooral niet door. Zo, dit is een flinke bak. Dit is de Belinga's. Dit is de Belinga's, dat kan niet anders. Ja, of een andere familie. Of denk je echt dat dit de Belinga's zijn? Ik weet het niet. Ik weet niet wat hun... Je hebt nog een andere familie, toch? Ja, je hebt nog wel twee families, volgens mij zelfs. Ja, ik denk dus dat je meerdere families in Nederland hebt. Hoe heet die andere familie? Je hebt La Cap. Oh ja, La Cap inderdaad. Ja. Ik vind dit wel een autootje voor La Cap. Nou, dan zeg ik de Belinga. Oké, okay, kijken we. Godverdomme! Oh. Hoe is het mogelijk? Kutzooi! Ik zei toch, ik ben dit jaar echt vet goed in de auto. Ja. Ik heb geoefend. Dus stiekem heb je gewoon je huiswerk gedaan. Hey, ze is weer zwanger, hè? Nee. Moeder Belinga. Ja, de vijfde, de zesde komt eraan. Wat is het? Gefeliciteerd, mama. Hoe? Milan gaat hij heten. Echt waar? Nou, ik weet niet, hoop ik. Ah, oké. Okay. Gefeliciteerd, mevrouw Belinga. Je staat trouwens dik voor, Milan. Ja, dat is easy, man. Hé, hey, niet naar schoenen gaan lopen. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Sorry, ik neem het terug, maar ik sta wel voor. BMW! Ah ja, goed. Hey, al die gasten hebben fucking BMW's, maar ik... ik denk dat ik hem weet. Ja, ik weet hem, denk ik. Ik ga voor... Tel maar af. Dit duurt me veel te lang. Oké, 3, 2, 1. Oké, meneer. Oh ja, dat had ik nooit geweest. Shit. Wat een zwarte. Ik had het ook goed kunnen weten, jongen. Shit. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit voor deze auto heb gelegen. Jij? Nee. Waarom jij? Nee, dat ben ik. Nee, dat is Steven de Vries. Oh, dat is de AliExpress versie van mij. Oh. Oh ja, nee, dat is het ook. Je kon je niet herinneren al wanneer je die auto had gekocht. Was dat hem? Dat was hem. Nou, teleurstellend hoor. Nee. Oh, ik bedoel... Wat is ik heb gewonnen! No! Skit, skit! Auto's, hé, hey, koop een wangie, ik weet het. Ik ben echt te blank voor dat. Dat was echt nergens voor nodig. Nee, ik weet het.